Ontzettend belangrijk moment voor KVO Stende in deze wedstrijd. En ook voor Club Brugge natuurlijk bijgevolgd. Hier komt hij. Ambrose. Schiet hem binnen in twee keer. Dat geluk heeft hij dan toch. Geluk. Dat die bal nog in zijn bereik komt na de eerste redding. Maar het is bijna onvermijdelijk dat je gaat missen, hè, als je zo lang moet wachten. McGeehan. Maar een strappen. Het is zowaar 2-0. Cameron McGeehan geeft een pak zuurstof aan KVO Stende. Dat een moeilijk vierde kwartier kent. Maar een tweede keer scoort tegen Club Brugge. Met een schot dat niet eens onweerstaanbaar ligt. En heeft langs de buitenkant te weinig de voetbal aan de actie kunnen inzetten. Kijk eens, hier komt nog een dikke kans. Een hele dikke kans voor Atanga. 3-0. Alsjeblieft, KVO Stende. Wat een avond aan het zeetje. De Diaz Arena beleeft het nog eens. Het is heel lang geleden. Maar tegen Club Brugge smaakt het natuurlijk nog dubbel zo goed. Amai, 3-0. Jelai Maharitra. Goeie loopactie van een Benza. Haalt de achterlijn. Eerste paal is een Kuba. Niemand aan de tweede paal, behalve Badji. En dan gaat hij erin of niet. Wat zegt de lijnrechter? Hij zag een goal. En op die manier is het 0-1 voor Charleroi. Badji heeft gescoord. Ook al leek die bal nog van de lijn gekeerd. Maar het is wel 0-1 voor Charleroi. Actie van Sambu Mansoni. Nou, kijk, lopen met de bal meegeven dan. Aan de buitenkant opletten geblazen. Marius met de poging en die gaat erin. En het staat heel snel 0-1 voor Serrain. We zitten nog maar in de derde minuut. Een eerste kans. En meteen de goal. Evenzeer bij Guillaume Ditsch. Sissoko gaat daar op deze manier achter het muurtje liggen. Focus op dat aangezicht. Daar komt die vrije trap. Het wordt een goede. Het staat 1-1. De gelijkmaker is een feit. De woede bij Serrain zal er absoluut niet om minderen. Maar de vreugde is er wel aan de andere kant. Siquem met de gelijkmaker. Kan nu eenmaal niet goed komen. Le Bois wordt onder druk gezet. Opletten geblazen. Hoe weet dat met de kans? Hoe weet dat? 2-1. Het staat 2-1 voor Cercle Brugge. Heel snel na die gelijkmaker is daar Ueda met de voorsprong voor de ploeg van Miro Muzlic. De coach. Ondanks die goal daarnet van Marius nog altijd de minst scorende ploeg in de Jupiler Pro League. Le Metallo. Hier is Ueda. De kans voor Ueda. Jawel. Het staat 3-1. Dit soort kansen moet je hem niet geven. En dan lijkt de zege binnen te zijn voor Cercle Brugge. Maar eerst dus de fase laten doorgaan. Oh, fout van Bossut. Opletten. Singhi kan opzij. Trapt zelf en Bossut die zijn fout goed maakt. Schrijvers nog. Schrijvers. Doelpunt. 1-0 voor Oud-Heverlee Leuven. Ze krijgen een cadeautje. Ja, daar zijn ze hem weer kwijt. Schrijvers. En Singhi is mee. Schrijvers krijgt die bal niet tot bij Torsteinsson. Nu bij Singhi. Torsteinsson. Nu dan. Nu dan. Jawel. Derde keer. Snijdt voorbij Bruls. En Singhi heeft wat snelheid. Kan meegeven. Hier is Oud-Heverlee Leuven opnieuw. Torsteinsson. Gaat hij zelf. Geeft hem tussen op de Norre. Jawel, de Norre. Het staat 3-0 op de counter. Voor de rust is deze match klaarblijkelijk helemaal gespeeld. Hij zit aan 7 goals. Dit zou nummertje 8 kunnen zijn. Daar komt hij. Vossen tegenover Koyukaru. En prachtig binnengelegd. Perfecte penalty van Jelle Vossen. Torsteinsson. Alle 5 zijn laatste zijn binnengegaan. Gaat hij het nu doen tegen Bossut? Torsteinsson voor 4-1.
Daar komt hij. Jawel, zet hem perfect in de hoek. Bossut ging wel naar die juiste hoek, maar kon hem onmogelijk tegenhouden. Ook deze is perfect getrapt. Weer een foutje. Hündoer gaat dit nu afmaken. Gano schiet hem binnen. We zitten bij 4-2. Deun hem goede bal hoor voor Zinkernagel. In het door weer voor Ohio. Oh, prachtig gedaan. Wat een doelpunt van Stoldaar. Geweldig gedaan. En een salto erbovenop. Formidabel doelpunt. Van de Roesjes. En de eerste echte kans is eigenlijk meteen prijs. Zinkernagel voor Stoddaar. En Ohio. Ah, geen bezetting voor de goal. Even wachten op Dunham. Kijk niet, Peter. Hij kijkt. Daar is Balikwisha. Hij kijkt zeker. Hij kijkt zeker. 2-0. Balikwisha. Het leek inderdaad even alsof hij van plan was om het allemaal zelf te doen vanuit het onmogelijke hoek. Trezor. We hebben nog niet veel voetbal gezien. We zijn een kwart wedstrijd ver. Nu misschien. Arteaga. Goeie voorzet in één tijd. Samatta. Wauw. Eerste vlotte geslaagde aanval van Racing Genk. En daar is Samatta met de 0-1. Tweemansmuurtje heeft Maarten van der Voort gezet. Gianni Bruno gooit hem toch in de tweede zone richting Frank Boya. Daar gaat hij. Ja, het is 1-1. Het was niet Boya. Het was wel... Nou, wie uiteindelijk? Welke Japaner? Was het Hayashi? Samatta met Teixeira. Daar is Munoz met de steal. Daniel Munoz op snelheid. Munoz en Schmid met een goede redding. Nog niet gedaan. Peintzel. En Samatta. En daar is de 1-2. Schmid, ai. Lambrechts wijst naar het midden. En bij STVV protesteren ze, maar ik denk niet dat daar reden toe is. En dit was een belangrijk. Alweer. Daar gaat Bruno in de rug van Cuesta. Gianni Bruno. Gaat zelf zijn kans en nu zit hij er wel. Geweldige actie van Gianni Bruno. Helemaal in zijn eentje doet hij het. Een echte spits. Hij verrast Maarten van der Voort aan de eerste paal en het is weer gelijk. Van dreiging aan het adres van de Mechelse verdediging. Beets kapt zich uit de problemen. Koeken moet dat ook doen. Nou, dat was niet gemakkelijk. En dan Keita en Ekkelenkamp die een paniekmoment bij de Mechelse verdediging koud afstraft. 1-0 Antwerp na 14 minuten. Een eerste explosie. Nou, Wouters, goede controle, maar je legt hem zo wel panklaar voor Jansen. Het overzicht bewaard door de aanvaller. Vermeer naar de linkerkant. Moeja zoeken naar zijn rechter, dan toch buitenom. En die voorzet schiet door en een heel makkelijke tweede treffer van de namiddag voor Ekkelenkamp. Het was van nog dichterbij dan zijn eerste. Maar weer dood eenvoudig. Al is het ook wel een kwaliteit dat je kan opduiken op Moeja. Vermeer. En dan Keita eerst die lichaamsfeins en zo wat ruimte voor zichzelf gemaakt. In het centrum van het middenveld Ekkelenkamp. Die mag ver oprukken. Hier is Bataille in de box. De lage voorzet. Ekkelenkamp kraakt zijn poging. En dan staat Kerk wel in een offside positie. Dus die 3-0 gaat niet door. Hij heeft niet zijn derde gescoord voor Antwerpen sinds zijn overgang deze winter. De koning die er net te proper houden is. Jansen verlengt. En dat is heel goed gedaan. Hier is Kerk. Niet meteen schieten. Toch proberen die man uit te schakelen. En dat was de juiste keuze. Ook hij scoort een tweede keer deze namiddag. Antwerp heeft absoluut geen moeite om die verdediging van Mechelen aan gruzelementen te spelen. Girano Kerk na een klasse voorbereiding. Prestaties zijn geweest die niet hebben overtuigd. De eerste twee hebben wel punten opgeleverd. Dit is goed afgelegd door Kerk. Balikwisha voor de forfaitcijfers. Ja. Iedereen staat weer recht. En Michel-Ange Balikwisha op aangeven van Girano Kerk. Dat zorgt voor 5-0. Nourio. Hakje, mooi. En dit is op maat. Hier is heel veel ruimte op rechts.
Het gaat rechtdoor. Orban. Man tegen man. En hij is snel en hij trapt. Oh, wat een goal. Oh, wat een wereldgoal. Gift Orban. Ja, ja. Wat een gift. En wat een goal. Oh, oh, oh. Hij heeft er al tegen Westerlo ook een prachtige gemaakt. Maar het staat 1 tegen 0. Vertessen. Even dacht ik, misschien is een hakje mogelijk. Zoals Ohio het gisteren deed voor Standaard. Dingra vrij, omdat Manier wegleidt en hij trapt hem binnen. Jawel, het staat 1-0 voor Union. De eerste echte grote kans voor de thuisploeg. Het is meteen raak. Simon Dingra uit Ivoorkust trapt de bal in de verste hoek. En Nouroudine. Tweede gele kaart van de match dit. Maar eerder een geel karton voor Burgess. En daar is Union met Vertessen en die trapt hem binnen. Ja, op een snel genomen vrije trap. Jorben Vertessen met zijn tweede doelpunt. Misschien is dat wel al de beslissing in deze match na 6 minuten in de tweede helft. Hij scoorde ook hier thuis. Ja, expected goals 0.97. Dat heeft veel te maken met die strafschop natuurlijk. Want anders is het een iets wat vertekend beeld uiteraard. Union gaat hier gewoon meer dan verdiend de overwinning pakken. Preveljak klipt wel nog door de buitenspelval en hij scoort dan toch nog. Er is wel appel voor offside. Het zijn alle kijkers naar de lijnrechter.